Zo. Zo. Ik heb een beetje trek. Ja, ik ook. Kunnen we daar wat gaan eten? Nou, lijkt me goed, René. Kom maar gaan. Ik heb al een beetje trek. Goedemiddag, heeft u een tafeltje voor me vrij? Waar heb je zin in? Tosti of zo? Hij kan jullie niet volgen, hij is doof. Kun jij alsjeblieft brengen naar tafel 6? Dankjewel. Wat deden ze nou met zijn handen? Dat is gebarentaal. Dat vertaalt hij wel. Jazeker. Voordat we gaan eten, ga ik het even uitzoeken. Mag ik wat vragen? Hoe weten mensen dat iemand doof is? Sommige van onze dove cliënten die dragen een button. En dan weten de gasten ook dat ze te maken hebben met iemand die doof is. En andere cliënten zoals Fleur die dragen een CI. En daarmee kan ze horen. Hoe kunnen dove mensen communiceren? Oh, misschien kan Jereisco daar antwoord op geven. Nou, doven communiceren heel erg lastig met horende klanten. En iedereen is hier horend, dus dat is toch wel lastig als doven, omdat je niet alles kan volgen. En dan moet je even wachten. Soms als de communicatie niet lukt, dan vraag ik begeleiding als hulp. Als mijn communicatie niet lukt. Of als tweede probeer ik te schrijven met klanten. We hebben een lijst en dan kunnen ze beter het een en ander opschrijven. En als derde probeer ik via mijn telefoon, bijvoorbeeld via WhatsApp of een andere methode, met ze te communiceren. En als vierde, doven, gebruik ik ook gebarentaal in communicatie. En dat is eigenlijk het beste methode, vind ik zelf. En sommige dove mensen kunnen ook liplezen. Hoe leer je gebarentaal? Misschien kan Fleur daar antwoord op geven. Nou, hoe je gebarentaal leert? Nou, dat kan dus via een cursus die je kan volgen. Of via iemand die doof is, die kan je vragen om een gebaar aan te leren. Of via YouTube, want daar zitten heel veel gebarentaalfilmpjes op. Dus wie weet kan je dat bekijken. Heb je nog tips voor horende klanten? Jazeker, kom. Nou, mijn tip is oogcontact, rustig communiceren en aankijken is heel erg belangrijk. Want het is fijn voor de doven dat die rustig kunnen communiceren dan met horende klanten. Ja, horende klanten moeten mij niet negeren. Ik wil respect als doven hebben. En oké, en het is belangrijk dat ze mij respecteren als doven. Dat vind ik belangrijk en ik wijs dan naar mijn button en dat ze mij dan accepteren. Dat vind ik het meest belangrijke. Nou, als ik ga serveren, vind ik het belangrijk dat als ik naar een tafel loop, dat ze dan praten naar me. Dan wijs ik op mijn button en dan zeg ik ben doof en voor wie is deze bestelling? En dat ze dan hun vinger opsteken. Nou, bedankt voor je tips. We gaan even een broodje bestellen om lekker te eten. Doei! 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 Zo, is het gelukt? Wat zeg jij nou? Wij gaan lekker eten. Oh. Nou, lekker bestellen dan. Zeker.